Kun je me nu horen? Geluid. Dat was de eerste les op de videoschool vroeger. Geluid maakt of breekt je video. En als jij met geluid wil verbeteren door middel van externe microfoons. En je kijkt wat er aan microfoons te krijgen is. Net als bij videolampen. Het is huge. Maar ik ga het voor je indikken op basis van een belangrijk criterium. Wil jij jouw microfoon liefst. Zo dicht mogelijk bij je camera, op je camera of op je smartphone. Of op afstand bij jouzelf in de buurt, zoals deze. Als voordeel van het laatste: dat de spraak altijd goed klinkt. Als je hem nou te ver op afstand gaat, kan het nog steeds ruis zijn. Maar even stel je hebt deze microfoon, een shotgun microfoon, die is vooral bedoeld op de camera te plaatsen. Zoals deze camcorder, kun je ook aan een smartphone koppelen. En dan krijg je dit. Dus die twee zitten op dezelfde plek. Klinkt al beter. Veel beter dan de interne microfoon van een camera. Daar heb je varianten van. Dit is een heel kleintje. Die heeft een twee kanten microfoons. Voorkant, achterkant. Als ik een interview doe, dat, dat is het idee. Dan kan ik onafhankelijk van elkaar kan ik ze uh, bedienen. Uitschakelen of aanschakelen. Neem ik mezelf op? Neem ik de geïnterviewde op? Of alleen de geïnterviewde? Super handig om mee te nemen. En de kwaliteit valt me heel erg mee. Goede kwaliteit. Maar dat is dus in de buurt van een camera. Nogmaals. Hoe dichter je bij de spraakbron zelf zit, hoe beter het geluid. En wat je dan vaak op televisie bijvoorbeeld ziet, is dat er zo'n zo geluidsman in beeld is met zo'n richtmicrofoon, zoals deze. Neem het geluid gericht op, vooral van deze kant, en veel minder van die kant. En die hangt dan buiten beeld, boven of onder degene wiens spraak opgenomen moet worden. Als je naar dit type microfoontjes gaat, waarbij de microfoon ook dicht bij de spraak aanwezig is, dan krijg je het type Lavalier-microfoons. Namelijk heb ik ooit een keer opgezocht waar die vandaan komt, maar ik weet het niet meer. Vast een of andere Fransman. En dan heb je varianten van: eentje met kabel. Dit is een microfoontje, een heel klein microfoontje. Vergelijkbaar met deze. En hier plug je hem in je smartphone of in een camcorder. Je hebt 6 meter afstand. Kun je redelijk meer te de voeten. Ja, als je yoga lessen gaat geven, is dit misschien minder handig, want dat, zo, dat gaat dan natuurlijk helemaal de war. Daarom heb je ook draadloze varianten: bijvoorbeeld deze. Dat zijn dan. Twee kastjes, een ontvanger en een zender. De ontvanger is een vrij kleintje. Dit is de Boya WM4 Pro, dat is deze kleine ontvanger. Heel eenvoudige uitvoering. Koppel je aan je camera en dit is dan de zender. Dat is de microfoon. Die speelt je op achter je. Of dat handig is voor een yogales weet ik niet, maar goed, hij is in ieder geval draadloos. Daar heb je ook varianten in. Het is een wat groter kastje, heeft wat meer features, zeg maar, is ook duur. Maar heeft ook een zender en daar hoort ook een ontvangerskastje bij. Je kan ervoor kiezen als je zo'n draadloze set neemt om een ontvanger te combineren met een handmicrofoon. Als je interviews wil doen bijvoorbeeld. Dan is dit de zender die communiceert met de ontvanger. Je hebt de regie over het gesprek. En je hebt niet altijd tijd of zin om twee van die kastjes te hebben, twee van die andere. Om bij jezelf op te spelden. En nog een tweede bij die ander. Als je op een event bent en je wil iemand interviewen. wat was jouw grootste eye-opener vandaag? Dan loop je rond en dan kun je meteen aan de slag. Bovendien heb je de regie. Ziet er heel goed uit voor een interviewmicrofoon. Werkt ook heel goed voor een interviewmicrofoon. Als dat jouw toepassing is. Dus je ziet al. moet hij op de camera. Dat is makkelijk. Misschien bij de yogales Kies je snel voor zoiets. Of voor zo'n richtmicrofoon. bekabeld. Oeps. En minder snel voor iets dat je op moet spelen. De zender, is dus deze, die. Omdat het dan toch nou ja, net zoals hier op je zit. Dat kan ik vanaf hier niet zien wat voor jou handig is. Dus kijk even onder deze video of op deze pagina welke voor jou het meest geschikt is. Kom je daar niet uit en heb je een vraag? Mail me die even, dan beantwoord ik die zo snel mogelijk. Oh ja, en abonneer je op mijn YouTube-kanaal als je tenminste als eerste op de hoogte gehouden wil worden van steeds de nieuwste videotips.